Hallo. Een donker scherm is niet leuk. Stel je voor dat de stroom zou uitvallen. Dat alles donker is. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. En terecht. Geen stroom hebben is gewoon onaanvaardbaar. Voor u, voor mij, voor onze bedrijven, voor onze veiligheid. Zorgen dat er elektriciteit is, moet dan ook onze eerste prioriteit zijn in de hele energiediscussie. En als de regering de kerncentrales dicht wil, dan moet ze ervoor zorgen dat er gascentrales gebouwd worden. Want alleen met hernieuwbare energie en aankopen uit het buitenland komen we er niet. En die gascentrales, die komen er niet zomaar. De overheid zal mee moeten investeren. En ook in windenergie moet verder geïnvesteerd worden. Op zee hebben we nog meer windmolens nodig. Want die offshore molens die kunnen ons heel wat milieuvriendelijke elektriciteit bezorgen. En ja, die elektriciteit die moet ook nog betaalbaar zijn. Voor jou als persoon, voor je gezin en ook voor je bedrijf. De huidige regering werkt aan een energienorm. En die moet ervoor zorgen dat onze energie niet duurder is dan in het buitenland. En vooral bedrijven die heel veel energie gebruiken, die vragen terecht dat voor hen die energieprijs zou dalen. Maar dat mag niet ten koste gaan van andere bedrijven. En daarom vragen we dat de regering de extra kosten bovenop de energieprijs herbekijkt. We hebben een groene taxshift nodig, waarbij gas en aardolie zwaarder belast worden en elektriciteit minder. Kortom, vragen we dat ervoor gezorgd wordt dat we altijd zeker kunnen zijn dat we elektriciteit hebben, dat er geïnvesteerd wordt in gascentrales en windmolenparken op zee en dat de rekening van de grote energieverbruikers niet doorgeschoven wordt naar andere bedrijven. Wil je meer weten? Lees dan alles over energie op deze website.